Zonder merkregistratie weet je nooit zeker of je deze mag gebruiken en je niet onverhoopt merkinbreuk pleegt, waardoor je een schadevergoeding moet betalen en de naam alsnog moet veranderen. Het indienen van een merkaanvraag doe je daarom het liefst zo snel mogelijk. Een merkaanvraag kun je doen op verschillende niveaus: nationaal, Europees of internationaal. Er geldt in de meeste landen namelijk een first-to-file-principe. Dit houdt in dat degene die als eerste succesvol een merk registreert, hierop het monopolie verkrijgt. Zelfs wanneer andere partijen dit of een zeer sterk gelijkend merk al jarenlang gebruiken. Merkbescherming zorgt er vervolgens voor dat anderen niet zomaar inbreuk kunnen maken op je merk. Zo waarborg je onder andere je omzet en je goede naam. De kosten van een merkaanvraag zijn afhankelijk van enkele factoren. In welke landen je wil registreren, in hoeveel landen je tegelijkertijd het merk wil aanvragen en in hoeveel klassen je dat wil doen. Afhankelijk daarvan moet de strategie worden bepaald die juridisch het sterkste is en ook financieel het meest verantwoord is. De procedure voor de merkaanvraag kent 6 stappen. Belangrijkste hierbij is dat je de beschikbaarheid van het merk onderzoekt voordat je het merk aanvraagt. Anders is de kans dat bezwaar wordt gemaakt door oudere merken relatief groot en dat is zonde. Dit kan extra kosten met zich meebrengen of ervoor zorgen dat je de naam niet mag gebruiken. Overigens is er niet meteen een man overboord als bezwaar wordt gemaakt. Het lukt dan in de meeste gevallen om tot een vriendschappelijke oplossing te komen, zodat het merk gewoon kan worden ingeschreven. Nadat het merk onderzocht is en de beschikbaarheid helder is, moet worden gezorgd dat de beschermingsomvang wordt geoptimaliseerd. Daarmee zorg je dat het merk uiteindelijk het beste beschermd is. Dit kun je zonder juridische en merkenrechtelijke kennis eigenlijk niet zelf doen. Hoewel de overheidsinstantie doet alsof dit wel zo is, komt er meer bij kijken en daarom kiezen de meeste partijen ervoor om hier een merkenbureau met erkend BMM-merkengemachtigde bij in te schakelen. Nadat de beschermingsomvang geoptimaliseerd is, moet het merk worden ingediend en wordt gecontroleerd of het merk aan alle vereisten voldoet. Als je een BMM-merkengemachtigde hebt ingeschakeld, dan zal dat zo zijn. Anders is de kans op weigering relatief groot en dat is zonde, want dat is goed te voorkomen. Het merk wordt dan gepubliceerd en vanaf dat moment gaan de wettelijke termijnen lopen waarbinnen andere partijen bezwaar kunnen maken. In de Benelux is dat 2 maanden, in de EU 3 maanden en internationaal over het algemeen ook, maar dat verschilt per land. Als geen bezwaar wordt gemaakt, wordt het merk ingeschreven en krijg je met terugwerkende kracht bescherming vanaf het moment van indienen. Na de merkaanvraag en het doorlopen van de procedure is het merk dan 10 jaar geldig.